Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland en aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 80 is Films die nergens draaien van Jorik Goldewijk. Het kinderboek dat dit jaar de onmetelijke eer kreeg om de Gouden Griffel toebedeeld te krijgen. En zoals het hoort staat die Gouden Griffel vervolgens in de bestseller 60. Voordat ik het boek bespreek is het misschien aardig om even te kijken hoe goed Gouden Griffel boeken het doen in die bestsellerlijst. Op een of andere manier is de winnaar van 2003, het jaar dat de bestseller 60 startte, niet terug te vinden in die lijst. Dat ging om het boek Godje van Daan Remmerts de Vries. Maar sinds 2004 staan alle prijswinnaars in de bestsellerlijst. En meestal is een Gouden Griffelboek 2 weken in de lijst terug te vinden. De enige boeken waarbij dit niet gelukt is, zijn De Dans van de Drummers van Hans Hagen, winnaar van 2004, en Het Raadsel van Alles wat Leeft van Jan-Paul Schutte, winnaar van 2014. Deze boeken stonden slechts 1 week in de lijst. Maar van de afgelopen 20 winnaars sinds 2003 stonden 12 boeken 2 weken in de lijst. Het is een vast mechanisme. Het is een effect dat de kinderboekenweek sorteert. Positieve uitzonderingen zijn er overigens ook. Zo stond Kinderen van Amsterdam van Jan-Paul Schutte 4 weken in de lijst. Spinder van Simon van der Geest ook 4 weken. De winnaar van vorig jaar, Gozerd van Pieter Koolwijk, stond 3 weken in de lijst. Maar de enige echte uitschieter is de winnaar van 2018. Een boek dat alle prijzen heeft weggekaapt dat jaar en dus ook het koperspubliek enorm kon bekoren. Lampje van Annette Schaapsel, maar liefst 19 weken in de bestseller 60. Films die nergens draaien is inmiddels 2 weken in de lijst te vinden. En de vraag is of het boek de barrière van het einde van de kinderboekenweek kan beslechten. En wellicht op basis van mond-op-mond reclame van positieve leeservaringen de aanwezigheid kan verlengen. En ik vermoed dat dit boek daar best wel kans op maakt. Ten eerste omdat dit een boek is dat je wat mij betreft met alle liefde aan een jonge lezer kunt geven. Maar ten tweede omdat het boek zich opbouwt naar een climax die zich kan meten met grote klassiekers. Een climax waardoor zowel jonge als oude lezers de noodzaak voelen om het boek te bespreken en om hun ervaringen te delen. Toen Cato op de wereld was gekomen, had haar moeder hem verlaten. Ze was bijna op de minuut nauwkeurig even lang dood als Cato oud was. Het enige wat Cato over haar wist, waren de paar dingen die haar vader had verteld. Ze had maar 1 foto van haar. En een jurk. Het startpunt van het boek is een traditioneel kinderdrama, waarbij zelfs een sprookje als Sneeuwwitje als intertekst dient. Cato heeft geen moeder. Haar lethargische vader is in de rouw en de opdringerige heksachtige huishoudster Cornelia laat een geurspoor achter en vertoont verdacht gedrag. En het biedt Goldewijk de kans om nog meer herkenbare, haast traditionele elementen in het boek te stoppen. Cato denkt er niet aan om volwassen te worden. Ze is een loner die op school maar raar gevonden wordt en haar enige vriend is een konijn. En uit wanhoop door een situatie loopt ze ook weg van huis. Dat Cato zo'n eenling is, is een verhaalelement dat niet helemaal overtuigt. Goldewijk brengt het als een mededeling met enkele korte schoolfragmenten, maar de lezer moet die sociale uitsluiting er zelf vooral bij bedenken. En het is de vraag of dat nou zo'n gemis is. Want de kracht van het verhaal zit hem in de science fiction, een bioscoop waarmee je via objecten en foto's voor een beperkte tijd terug in de tijd kan. En dat biedt de kans om de herkenbare beginsituatie in dit verhaal op originele wijze te verdiepen. Tijdreizen is mooi om herinneringen opnieuw te beleven, maar als je een verschil wilt maken, zul je soms de dingen moeten doen op het moment dat ze gedaan moeten worden. En als je dat niet doet, is het op een dag te laat. Ik heb een zwakte voor boeken en films waarin tijdreizen mogelijk is. En Goldewijk heeft naast de vorm, een bioscoop van herinneringen, ook de logica op een knappe, eenvoudige wijze neergezet. Tijdreizen levert alleen altijd problemen op. Paradoxen, zoals de bekende grootvaderparadox. Wat als je je eigen grootvader vermoordt? En het mooie van films die nergens draaien is dat Goldewijk die paradox niet alleen laat bestaan, maar dat de ontstaande paradox ook heel subtiel deel uitmaakt van de leeservaring. In het boek worden namelijk sporen achtergelaten. Waarom bijvoorbeeld moet Cato steeds foto's maken van de bioscoop-eigenaressen? Wie is Hendrik? En hoe zit het nou eigenlijk met dat pianoliedje dat haar vader heeft geleerd? Goldewijk laat de magie tot de laatste pagina's voortduren. En uiteraard moet Cato haar grootste wens in vervulling laten gaan. Ik heb geen tijd om het je allemaal uit te leggen, maar ik ga mama gedag zeggen of zoiets. Ik denk dat je mee moet gaan.
Haar vader keek haar bijna een minuut lang uitdrukkingsloos aan. Toen kwam hij overeind en stond op. Ik ben wellicht een pathetisch geval, maar de emotionele ontmoeting tussen Cato en haar moeder is van grote schoonheid. Qua eenvoudige benadering, weifelende woordkeuze, timing en een onverklaarbaar inzicht. In dat hoofdstuk vallen niet alleen de verhaallijnen op hun plek, maar toont Goldewijk ook wat voor ijzersterke pen hij heeft. En dat is wat een kinderboek en wellicht ook elk ander boek moet doen, denk ik. De lezer zo inpalmen dat elke kritiek die zich richt op technische of stilistische aspecten futiel wordt. Uiteindelijk moet die tekst op papier gaan gloeien. En oh ja, gloeien, dat doet films die nergens draaien voluit. Zegt het woord.